Oké, deze week is het echt een kenmerk. Je hebt een sterk gevoel van anders zijn. Dat horen we heel veel. Zowel themaavonden als ouders erover babbelen. Die kinderen hebben dat. Elk jaar zijn er in mijn groepstraject al mensen geweest die eigenlijk vooral het traject volgden om met gelijkaardige mensen in contact te kunnen komen. Dus om dat gevoel van anders zijn niet te hebben. Dus dit is een hele belangrijke en we leggen het ook in de eerste themaavond of in de thema tweedaagse ook uit. Ja, je moet er rekening mee houden, los van dat we of dat je het woord nu gebruikt, hoogbehaafd het of niet. We babbelen over 3% van 3 of 5%, een beetje naar lang welke kenmerken en welke regels dat je volgt. Maar 3% is de gangbare percentage. 3% van de mensen is hoogbehaafd en heeft veel van die kenmerken waar we veel over babbelen op de site en in de vlogs en hier in deze reeks ook weer. Dat maakt natuurlijk dat je kans dat je iemand ontmoet die een gelijkaardig denkpatroon heeft, die gelijkaardige gevoelens heeft, die ook dat rechtvaardigheidsgevoel heeft, die authenticiteit, die kritische uitzing, dat perfectionisme. Allee, die gans die een cocktail van inspirerende tools, noem ik het dan, heeft. Ja, die kans is klein. En dat maakt dus ook dat je dat gevoel daardoor krijgt. Nu, is in de cirkel van betrokkenheid, want ja, je zit in groepen mensen, je zit op jouw werk, je gaat naar de voetbal bijvoorbeeld, als de kinderen voetballen, of als je zelf voetbalt. Allee, er zijn x aantal omgevingen, maar in al die omgevingen gaat die kans van die ontwikkelingsgelijken klein zijn. Wat kan je hieraan doen? Wat is de tip? Is eigenlijk elke kans te grijpen om mensen te ontmoeten. Om een voorbeeld te geven, als we nu pakken onze themaavonden, we hebben ook heel veel keer de feedback gekregen, dus naast het feit van de kennis die we delen, is dat het zo'n heerlijk gevoel is om in contact te komen met andere ouders, met een gelijkaardige problematiek, als je daar een voorbeeld aan geeft, die niet raar naar u kijken, maar eigenlijk ja, dat bevestigen en aanvullen met eigen ervaringen, zowel van de kinderen, maar ook over zichzelf. Dus dat in contact komen met mensen die op dezelfde manier denken, die met dezelfde problemen geconfronteerd worden, ja, dat genereert een band, dat genereert vertrouwen en dat genereert de kans te groeien. Want je voelt je niet anders in zo'n groep. Zeker ook in het groepstraject. Door de delen heen zie je dat de groep altijd sterker en sterker wordt. En het is eigenlijk grappig hoe verder we gaan, hoe meer iedereen elkaar zit te coachen en hoe minder dat ik als lesgever, coach, daar veel rond moet doen. Ja, er is altijd nog wel extra brainstorm, maar we leren enorm veel van elkaar. En dat geeft iedereen energie. Dus grijp elke kans om nieuwe mensen te ontmoeten, nieuwe ervaringen op te doen. Alleen zo kan je groeien, alleen zo kan je je ware ik vinden. Dat is hetgeen die ik echt overal zie. En voor mijzelf, eigenlijk, vroeger was ik altijd bang om nieuwe dingen te doen. Ik kreeg zo'n paniekaanval. Zo. En nee, dan kwam het er dus meestal niet van. Nu heb ik veel meer het omgekeerde reactie. Als ik zo een paniekaanval voel opkomen, dan heb ik al direct zoiets van, oh, dat is misschien iets dat ik moet doen. Dat is misschien wel een kans. Nu heb ik eigenlijk het omgekeerde. Af en toe moet je dat ook afremmen. Want nog een kenmerk is, ja, je gaat snel over hun limiet gaan. Dus je moet wel doseren waar dat je focus zet. Maar grijp de kans om mensen te ontmoeten. Het is zo verrassend wat je dan kan tegenkomen. Je leert altijd dingen bij dat je niet verwacht had op zo'n moment. Dus grijp elke kans. Jij hebt de keus. Weer uw cirkel van invloed. Ik kies van mij in een omgeving te begeven met veel onbekenden. Met een open mindset. Met het idee van ik kan altijd iets leren van andere mensen. Voilà. Pittige tip weer vandaag. Maar eigenlijk ook wel een relatief eenvoudige. Je moet gewoon een stap zetten en iets nieuws doen. Kijk een keer deze week naar die workshop, die meeting, die cursus, waar je lang twijfelt en dan eigenlijk misschien toch niet. En zet vandaag nog de stap, schrijf je in, ga voor die cursus, ga voor een traject, ga voor onze themaavonden of onze COVID, whatever. Kies iets, iets waar je al enige tijd aan twijfelde en durf de stap te zetten, zodat je nieuwe mensen kan ontmoeten en nieuwe dingen kan leren. Dat zijn twee elementen die ieder mens nodig heeft. En zeker de snelle denkers onder ons hebben een brein dat honger heeft. Voed je brein. Je wordt er echt gelukkiger van. Voilà. Veel succes.
Als er vragen zijn, altijd hetzelfde. Hè, zet het in de commentaar, stuur mij een mailtje en ik zal zo goed mogelijk proberen antwoorden. Doei.